gaat het om, Brandsteden. Boom. It's using your head. Mastering misdirection. Getting a little creative. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier op gamersnet.nl. Je ziet hem al zitten. Amador Prado zit naast me. Die heeft inmiddels 35.000 reviews gedaan dit jaar. Gaat volgens mij ook nog een paar doen als ik de release-lijst zo zie. Ja. Maar je bent met Hitman bezig geweest, want dat zien we aan je mooie schitterende rode stropdas. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, kleedt mooi af. Kleedt zeker mooi af. Goed. Maar heb je nog wat meer stropdas nodig? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review op gamersnet.nl. Hartstikke gezellig dat je er bent. Naast me zit Amador Prado. Die heeft 100.000 reviews al gedaan dit jaar. En nu Hitman 2. Hitman 2, inderdaad. Ja, hartstikke leuke game. Ja, het is heel vet. Ja, nee, een klein stukje geschiedenis. Square Enix gaf Hitman 1 uit opnieuw, zeg maar. Gemaakt door IO Interactive. Klopt, ja. Deden ze in episodes. Dat vonden heel veel mensen stom. Ik vond het ook heel stom. Ik vond het ook niet leuk, nee. Toen zei Square Enix opeens tegen IO Interactive van ga maar weg. Het was niet goed genoeg. Jullie waren stom. Ja, ik weet ook nog steeds niet erg waarom ze er weg hebben. Niemand weet waarom dat is. En toen kwam Warner Brothers, heel slim. Die zei, nou, dan kom je toch lekker bij ons. Ja. Nou, dus nu geeft Warner Brothers Hitman 2 uit. En volledig. Ja, heerlijk. Ja, gewoon in één keer. Er zijn ook weer 6 locaties. Gewoon in één keer op één cd. Je kan wel zien dat het episodisch hoorde te zijn. Want ja? Bij het downloaden van de reviewcopy moest ik ook elke missie apart downloaden. Ah. Dus het is gewoon wat ze dachten. Ze dachten, we doen weer episodic, maar Warner Bros. Heeft gewoon zijn mee doen. Voor mijn gevoel was dit gewoon echt seizoen 2, die al zo goed als maar dat was. Is het toch ook gewoon? Dat is alleen, het is gewoon. Nu in één keer te spelen. Het is in één keer te spelen. Qua gameplay is het ook heel weinig echt veranderd. Het is gewoon nog steeds het iconische. Ja, je bent nog steeds Agent 47, de handler voor jou, Diana Burnwood of zoiets, die heeft informatie over jou gevonden. En er is een of andere baddie, die heet de Shadow Client. Die heeft dan wat meer een hoofdrol in dit deel. Wat vorige deel kwam er op het laatst achter dat hij connecties heeft. Ja. Niet te veel spoilen verder. En nu ga je dat dus in één keer lekker gewoon achter elkaar, zonder al die episodes en bullshit, ga je dat nou lekker spelen. En het voelt gewoon exact hetzelfde eigenlijk. Ja, het is gewoon exact hetzelfde als iedereen. Wat doet Hitman? Hitman die doet altijd een... Het is altijd dit verhaal wat je vertelt. Het is natuurlijk een excuus om allemaal verschillende soorten... Ja, ze maken eigenlijk een open map. Ze gooien jou erin als assassin en je mag doen daarin wat je wil. En zij proberen op zoveel mogelijk manieren jou te triggeren dat je het op zoveel mogelijk originele momenten of manieren mensen kent. Ja, precies. Ja, nou ja, je kan het doen zoals je wil eigenlijk, maar er zijn een aantal van die scenario's die ze zelf hebben uitgestippeld. Je kan kiezen of je dat dan echt volgt met waypoints, dat je gewoon lekker rustig het scenario afloopt. Je kan ook verkiezen dat je het allemaal uitzet en lekker in je eentje gaat uitspeuren wat je kan doen. Bijvoorbeeld in het tweede scenario waar je in Columbia zit, kun je bijvoorbeeld een standbeeld op iemand laten vallen. Echt een heel vette manier om iemand te killen, maar er gaat echt heel veel stappen aan vooraf. Ja. En het is hoe heel vetter leuk om... de kill, hoe meer je ervoor moet doen. Ja, precies, want je moest mensen zoeken, want het was een of andere ceremonie, dus je moest de band zoeken die was vermist geraakt. En je moest tools vinden om dat standbeeld te manipuleren, zodat die om zou vallen bij de reveal en dat soort dingen. Ja. En nog een aantal andere stappen moet je eerst doen voordat je dan die hele vette kill krijgt. Maar dat is wel heel erg een soort van bevredigend. Ja, en het zorgt ervoor dat je elke missie echt meerdere keren wilt en kan spelen ook. Ja. Want er zijn per missie ongeveer iets van 10 of 12 scenario's die je kan... Echt van die speciale scenario's. Je kan het natuurlijk ook gewoon op de klassieke manier doen. Iemand wurgen met zo'n touw of lekker... iedereen kapot schieten. Precies. Kan ook. Raad ik dat niet aan. Want dan ga je wel vaak dood. Heel vaak dood. Ja. Wat mij opvalt is, ik had je de eerste Hitman heb ik helemaal uitgespeeld. Alle mappen. Ik heb het idee dat in dit tweede deel de mappen gekker zijn. Dat ze qua omgevingen iets meer out of the box hebben gedacht ten opzichte van deel 1. Klopt dat? Of is dat alleen maar die racetrack? Want bij die racetrack heb ik wel echt zoiets van, oké, maar dit is echt uniek. Ja, nou ja, het is wel heel wisselend. Je moet wel elke missie moet je heel anders benaderen. De eerste is naar de racetrack. Het is gewoon een groot festival met allemaal onschuldige mensen. Moet je ook heel voorzichtig doen. En je moet dus iemand vermoorden die daadwerkelijk in die race bezig is. Ja. En dat maakt het wel heel erg uniek inderdaad. Je kan je dan stoppen als een crewmember en dan proberen de auto bij een pitstop te saboteren. Als dat niet lukt, dan kan je ook nog als een roze pelikaan, een roze flamingo. Ja, een mascotte, heb je dat gedaan? Ja, die heb ik gedaan. Uiteindelijk heb ik een of andere garbage disposal in geschot. Oh, wat tof. Dus dat was wel leuk. Dus kun je als mascotte gewoon overal binnenlopen. Ja, inderdaad, ja. Maar de tweede missie, Columbia, is in een of ander drugsdorpje. Waar iedereen een zwaar bewapend is. Dus je kan in principe al best wel veel wapens gewoon al meenemen. Alleen daar is gewoon veel
gevaarlijke asje wordt gezien, want dan, schiet iedereen schieten ze meteen lek. Dus je hebt de coca-plantage. Ja, in een of ander heel erg christelijk dorpje midden in Colombia in de jungle. Okay. Santa Monica of zoiets, Santa Maria. Santa Maria. Iets in die taal. Oké, tof. Hey, maar, als je, want jij zegt wel dat er echt heel weinig verschilt ten opzichte van de eerste hitman. Wat is er wel anders? Nou, je hebt nou een aantal dingen die je mee kan nemen. Je kan ook de koffer meenemen, zodat je meer spullen mee kan nemen. Maar ja, als je wordt gefouilleerd, dan hebben ze alleen maar meer... Om te kunnen ontdekken. Ja, precies. Dus dat is ook een beetje kijken waar het beste op uitkomt. Een andere pistool volgens mij en flash grenades. En flash grenades. Ja, en je kan nu op meerdere plekken ontdekt worden. Je kan ook via de spiegel ontdekt worden. Ja, ja je kan ook de camera's. Als je wordt gespot door een camera, zie je dat netjes worden aangegeven. Ja, dus ze hebben gewoon getweakt. Het is eigenlijk gewoon inderdaad Hitman 1 deel 2. Ja. Met gewoon nieuwe mappen. Dus eigenlijk is dat het. In principe wel, ja. En de mappen zijn wel echt lekker gevarieerd. Het is wel heel erg leuk om de verschillen te zien. Want je komt ook bijvoorbeeld in India terecht. In een hele grote markt waar allemaal voedsel wordt verkocht en zo. Heel gezellig marktje. Je komt ook in een of ander kasteel terecht, echt midden in Oostenrijk. De mappen zijn wel echt heel erg mooi en uitgebreid en super vet. Ik vind ze echt heel vet. Ja. Er valt er geen eentje echt uit de toon of zo. Oh, wat tof. Nou ja, er zijn heel veel fans ook van het eerste deel die vonden dat ook juist heel vet. Die verschillende plekken waar je naartoe kwam. Je hebt de game een 8 gegeven. Ja. Dat is gewoon omdat het, denk ik, gewoon een solide game is, maar wel weinig vernieuwend. Ja, ja heel weinig vernieuwend. En het is lang niet voor iedereen als je... Ja, maar dat is altijd een Hitman. Ja, maar Hitman is echt heel niche. Waarom ik hem ook een beetje gewoon een lager cijfer heb gegeven dan ik had willen doen, was het op de multiplayer. Ze hebben de multiplayer toegevoegd. Alleen die is gewoon echt niet geslaagd. Waarom niet dan? Want je mag dat tegen elkaar snipen of zo. En je hebt sniper assassin. In principe is dat gewoon een grote map waar je dan targets moet uitschakelen. Maar het enige wat je dus kan doen is snipen. Je kan niet lopen. Je kan niet lopen. Dus je zit op één plek en je moet dus allemaal targets Dus je ouderwetse arcade game. Bijna wel eigenlijk. En je kan het ook niet op hele originele manieren doen. Of een headshot. Je kan misschien iets naar beneden schieten dat op iemand komt. Dat was ook iets met een ghostwedstrijd. En dat is de tweede. Die is wel heel leuk. Dat is wel een stuk beter. Dan moet je in principe hetzelfde doen als in de singleplayer. Alleen dan zo snel mogelijk. Er zijn dan 5 random targets die je moet omleggen. En dat doe je dan tegen iemand anders. En je ziet hem wel in de wereld lopen, jouw tegenstander. Alleen als ghost vorm. Ja. Zodat je elkaars level zeg maar niet kan beïnvloeden. Dus als hij gespot wordt, dat jouw mensen niet wegrennen. Dat soort dingen. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een ghost coin. En dan kan je zeg maar een muntje naar het andere level gooien. Waardoor je bijvoorbeeld een assassination op het allerlaatste moment kan verpesten. Oh, wat vet. Dus dat vind ik dan wel heel leuk. Ik kom het alleen niet zo heel goed getest kunnen hebben. Want de servers waren nog niet online met de review. Nou ja, dan ga je dat nu lekker doen. Dan ga ik dadelijk wel echt lekker mee verder. Want dat is wel een hele leuke multiplayer modus. Maar sniper 6 is gewoon saai. Want je haalt alle leuke elementen van Hitman haal je weg. En het enige wat je nog doet is snipen. Ja, dat vind ik niet zo geslaagd. Oké, dankjewel Amador voor je review. 8.0 voor Hitman 2. Eigenlijk hetzelfde als Hitman 1. Nieuwe mappen, die zijn wel super vet. En de multiplayer had beter gekund. Dat is eigenlijk hetzelfde. Precies, ja. Dankjewel Amador. En tot je volgende review. Is het Pokémon? Is het Smash? Is het Just Cause? Is het Darksiders? We gaan het wel zien. Of allemaal. Of allemaal. Je ziet me waarschijnlijk nog een paar keer terug. Yay.